ik ben Merel. Die meid heeft nog wel een leuk snoetje. We moeten de Stanislav een lesje leren. Jesus Christ, girl, is dat mijn wedstrijdzadel? Showtime. Dit is om te eten, niet om de vloer mee te bedekken. Jij bent ontslagen. Amerika, Amerika, jij betekent alles in mijn leven. Het mooiste wat de wereld me tot nu kon geven, dat ben jij. Ik ben zo blij, mijn allerbeste vriend. Amerika, Amerika, jij bent mooier dan de meeste mensen. Amerika, jij vervult mijn allerdiepste wensen. Dat ben jij, ik ben zo blij. Geef me alsjeblieft nog een kans. Jij hebt je kans gehad, meisje. Daar is de deur. Vinden jullie dat grappig? Ja. Sorry. Niks van sorry. Waarom heb jij mij de verkeerde instructies gegeven? Gewoon omdat wij daar zin in hebben. Daar had je zin in. Ik ben nu mijn job kwijt. Ja, hallo. Dat was de bedoeling. Hebben jullie niks beters te doen? Wat is er aan de hand? Dat ga ik niet aan u zeggen. Wie is dat meisje? Dat is het nieuwe stallenmeisje. Was het nieuwe stallenmeisje. Wanneer hoor. Waar zijn de meisjes? Oh, die zijn al naar huis. Ja, niks gemist hoor. Olly, ik dacht dat we samen naar een film zouden kijken. Vind je het niet gezellig met mij? Huh? Wat wil je zien? Maakt niet uit. Rebecca in de kantine. Nee. Lisbeth op het marktplein. Boring. Annieke in het zwembad. Ik kan haar stem al niet meer horen. Dan doe ik toch gewoon het geluid uit. Heb ik geprobeerd, werkt niet. Daarnet zei je dat het niets uitmaakt. Dat nieuwe meisje op de manege. Die in de stallen werkt. Ja, dude. Maar daar heb ik geen materiaal van. Ja, nog niet. Als jij haar nu eens ging filmen. Ik heb huisarrest. Ah, daar ben je. Ik zocht je. Ja, je staat er de volgende dagen nog even alleen voor. Wat is er gebeurd met dat nieuwe meisje? Die bleek niet geschikt. Niet geschikt? De zalen zijn gepoetst, de voederbakken zijn bijgevuld. Normaal gezien doet iemand daar 2 dagen over, hè? Ja, en ze legt het voerhooi op de grond, dus is ze niet geschikt. Kan het niet zo zijn dat iemand haar verkeerde instructies gegeven heeft? Wie dan? Tja. Wie zou zoiets durven doen? En wat als ik haar inwerk? Oh, enorme tijdverspilling. Als het verknalt, is het mijn verantwoordelijkheid. Oké, vooruit dan maar. Maar je zal je moeten haasten, want ze is net vertrokken. Je zal er geen spijt van krijgen. Dat beloof ik je. Dat is je geraden, want als het nog eens verknalt, dan ligt ze eruit en jij ook. Psst, psst.
op naar de volgende missie. Chanel! Wil een beetje bij de les blijven, hè? Sorry. Het wordt tijd dat Casper gaat inzien dat ik zijn enige echte grote liefde ben. En aangezien Casper Hard to Get speelt, moeten we vuur met vuur bestrijden. Vuur met vuur! Het scheelt wel weer een hele uitleg aan mijn vader. Die was helemaal gek geworden voordat ik hier werkte. Sorry, ik wilde je niet doen schrikken. Gaat het een beetje? Ja hoor. Jan. Merel. Ah, dus jij bent dat nieuwe meisje. Ja, vanochtend aangenomen en nu al ontslagen. Yay! Dat is een record. Zeg, maar wie heeft jou eigenlijk de opdracht gegeven om hooi in de stal te leggen? Maakt niet uit. Ik heb al zo'n vermoeden. Maar ik heb goed nieuws voor jou, hè. Ik mag je nog een kans geven. Echt? Ja. Maar deze keer zal ik je wel inwerken. Ja, er zit iets. Daar. Zo? Nee, daar zo. Wacht. Oké. Dit is het plan. We moeten de consument, Casper dus, warm maken voor het product. Ik dus, om dan aan hem te presenteren. Moet jij geen notities maken? En jij zorgt voor de verkoop. En wat gaan we dan precies verkopen? Jij moet ervoor zorgen dat Casper nog maar aan één ding kan denken. En dat is? Aan mij, natuurlijk. En ze leven nog lang en gelukkig. Schrijf op. Ja, Chanel? Ik heb ergens gelezen dat mensen vaak tot iemand aangetrokken worden vanwege hun geur. Heel goed, Chanel. Goed, 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 goed. We noteren dat. Je wil echt niet weten hoe blij ik ben dat je hier bent. Ik zag echt scheel van het werk. Ik ben blij dat ik je kan helpen. Wie is dat? Dat is Gringo. Het vriendje van Olivier. Ook wel bekend als het dorpsgek. Het doet geen vlieg kwaad, hoor. Hallo. Freak. Hoe ben je hier terechtgekomen? Via een advertentie. Aha. Ben je een paardenmeisje? Ik heb eigenlijk nog nooit op een paard gereden. Nog nooit? Is dat erg? Ik vind ze wel lekker ruiken. Waar waren we gebleven? Het werkschema? Ja, juist. Dit is het voerschema voor de dressuur en de springpaarden. Ja, neem maar even rustig door, hoor. Go, 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 ja. En wat moet ik dan precies zeggen? Gewoon, de waarheid. En dat is? Hoe geweldig ik ben, hoe ik al de mannen van mij moet afslagen, dat soort dingen. Tijd om theorie in praktijk om te zetten. Allee, waar wacht je nog op? Grote volte. Dat is goed.
duivel? Wat hebben ze met jou gedaan? Hoe bedoel je? Stro. Wat is dat? Is dat voor mijn verjaardag? Nee. Dat is een soort van nieuwe uitvinding. Een uitvinding? Ja, een uitvinding, ja. Is, nog top secret. Maar ik heb... Merel. Nee. Jij blijft rustig hier en ik ga nog even verder werken. Dag, Casper. Hey. Wist je dat Marie-Claire het populairste meisje is van de klas? Ja. En ze kan elke jongen krijgen die ze maar wil. Uh-huh. En ze heeft ook zo'n goede smaak. Absoluut. Sorry, maar over wie heb je het nu ook alweer? Marie-Claire. Juist, ja. Ik ben zo terug. Hey, beautiful. Casper, wat een verrassing. Ik had je niet gezien. Nee? Ja, ik weet niet of je het weet, maar jij valt nogal op. Is dat zo? Uh-huh. Je hebt het zelf niet door, nee? Nee, niet echt. Het is echt veel te heftig. Je kan er niet aan weerstaan. I'm afraid so, ja. En ik denk dat de paarden er ook niet tegen kunnen. Animal attraction. Nee, je hebt gewoon way too much parfum, girl! Oh, Jesus Christ! Nee, Marie-Claire, iets volgt toch misschien een klein beetje minder. Nee, voor de paarden ook, hoor. Voor de paarden?